Dickmans begon op jonge leeftijd in de entertainmentindustrie. Hij verwierf langelijke bekendheid door zijn rol als de dove Boef B2. Hij was te zien in Bassi Adriaan, het geheim van de sleutel, en in Bassi en Adriaan, de diamant. Na deze eerste twee series nam zijn broer Joop Dickmans zijn rol over. Joop zat die clown en die acrobaat in drie series op de hielen en was te zien in het geheim van de schat. 1987 de verdwenen kroon, 1988 en de verzonken stad, 1989. In december 2022, naast acteren, had Harry ook een groot talent voor sneltekenen. Door zijn vaardigheden kwam hij in contact met onder meer Coca-Cola, Maggi en Nestlé. Ook leerde hij hierdoor Prins Bernard en de voormalig Franse president Charles de Gaulle kennen. Nadat hij met pensioen ging, verhuisde hij naar Spanje. Helaas kwam hij daar ongelukkig ten val, waardoor Harry genoodzaakt was terug te keren naar Nederland. Hij bracht de laatste jaren van zijn leven door in het Zeeuwse dorp Westenschouwen. Hier kon hij naar plekken gaan die hij in zijn jeugd graag bezocht. De laatste tijd zat hij in een verzorgingshuis. Na een kort ziekbed is hij op 96-jarige leeftijd overleden. Langs deze weg wensen wij de nabestaanden heel veel sterkte toe. Laat een reactie achter in de